De aanleiding is het project Dommeland, waarin we als gemeente de Heemkundekring hebben gevraagd om een kanon op te stellen. Een verhaal, een tijdlijn die het cultureel-historische verhaal van Valkenswaard vertelt. Voor onze eigen inwoners, maar ook voor onze bezoekers. Het boek bestaat uit 50 hoofdstukken. En die 50 hoofdstukken beschrijven de geschiedenis van verschillende perioden van Valkenswaard. Van de ontstaansgeschiedenis van het landschap tot wat we vandaag rondom ons zien. Ik vind het cultureel erfgoed van Valkenswaard erg belangrijk, omdat het iets vertelt over waar we vandaan komen. Ja, we hebben dit boek in 9 maanden kunnen realiseren. We hadden daarvoor een enthousiaste groep schrijvers. Ja, wij zijn als gemeente ontzettend trots, vooral op de schrijvers, de mensen die dit boek tot stand hebben gebracht. En als je kijkt naar de vensters, de 50 verhalen die zijn opgeschreven, ja, dan komt daar een passie uit, maar ook een hele goede kwaliteit. Dat is leesbaar, maar ik denk dat het voor heel veel mensen ook herkenbaar is. Het is denk ik een feest der herkenning om in die 50 vensters het verhaal van Valkenswaard te kunnen lezen. Je moet dit boek aanschaffen en je moet het eigenlijk iedere avond 1 verhaaltje, 1 venster uit dit boek lezen voor het slapen gaan. En op die manier krijg je zeg maar na 50 weken, na 1 jaar heb je een goed beeld gekregen van de geschiedenis van Valkenswaard.